Ja, oeh, net hoor. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Roblox. En we gaan kijken naar mijn pretpark. En ik heb mijn eigen server gekocht, zoals ik al eerder had gezegd in de video's. En ik ben hier samen met China, met Hessel en met Vikas. Hallo, jullie hebben er zin in zo te zien. En we gaan in ieder geval first person lopen door mijn pretpark, Da Vinci Style Theme Park. En ik heb namelijk een hele vette attractie en dat wordt een première dag vandaag, want die ga ik openen. Hij is nog niet compleet af, maar het is namelijk een wildwaterbaan met een dark ride gedeelte erbij. Dus dat is wel gaaf. Oké, okay, kom binnen. Ja, ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden eigenlijk. Nou, je komt binnen. Ik heb de paden een beetje breder gemaakt eigenlijk. En nou, hier bijvoorbeeld een glijbaantje hier zo. Nou, wil je een glijbaan ritje doen? Ja? Ik ga er ook eens even in, want dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar je kan blijkbaar in de glijbaan. Even kijken hoor. Oh, met F geloof ik, hè? Of niet? Ik zit in de glijbaan geglitcht. Zit je erin geglitcht? Oh, je moet via hier naar boven natuurlijk. Kijk, dit is de trap aan de zijkant. Oké. Okay. Click for the ride. Kan ik er nu wel in? Het is mogelijk. Ja, ik zit erop. Oké, okay, nu moet ik gewoon wachten tot het kleedje gaat. Ik zit op een kleedje met F. Kan je erop? En dan zie je in ieder geval een overview van mijn pretpark tot nu toe. Nou, de achtbaan hebben we vorige keer gedaan natuurlijk. En dit was de tractorrit. En dan de acht hebben we dan zeg maar... Oh, daar gaan we. Wee! Oh, dat is gaaf. Kijk eens even. Dit kan gewoon niet bij Rollercoaster 2. Maar hier gewoon wel een leuk ritje in de spiraalglijbaan. En dan doen we F en dan gaan we er weer uitlopen. Hoppakee. Oké. Nou, zijn we weer allemaal bij elkaar? Ik zit nog steeds vast. Vikas, je hebt een heel blij hoofd. Ja, Vikas. Ik zit vast in die glijbaan en ik kan er niet uit. Met spatie. Kan je springen en dan spring je zo uit de attractie. Oh jee. Help. Nou, dan gaan we gewoon lekker zonder hem. Doei, Hessel. Doei. Ja, ik relog wel even. Oké. Nou, en hier is een gebouwtje. Leuk, hè? Ja. Nou, leuk. Hier kan je lekker eten halen. Dit is een beetje een Main Street idee. Oké, okay, nou hier nog een vijvertje. Hier ben ik nog mee bezig om hier nog wat te bouwen natuurlijk. Maar vooral gaat het om het link... Och, jezus, troep. Even opschonen, hoppakee. Okay. Oh, staat er een kun je het niet schoonmaken? Echt, gewoon naast... iemand iets opruimen. Ja, het ziet heel raar uit. Maar ik ben echt aan het... op mijn knieën ben ik het aan het schoonmaken met een stofferen blik en zo. Is Hessel al terug? Ik ben aan het opstarten. Oké. Okay. Nou, dan gaan we langs de achtbaan. Nou, van die hekjes neergezet. Een hoop prullenbakjes. Dat komt omdat je dan een achievement krijgt. En met achievements kan je weer meer dingen unlocken. Oké, dan lopen we natuurlijk naar de wildwaterbaan. Want daar gaat het natuurlijk om. Ik ben daar een blokje vergeten om te kleuren. Maar dat maakt allemaal niet uit. Oké, gaan we hier naartoe. En hier komen wij de ingang. Kijk eens. Daar is de ingang. Oh, dat wordt spannend. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb er best wel een tijdje aan gewerkt. Een paar uurtjes, denk ik. Oké, hier is de ingang. Lopen we hier langs een soort van huisje en dan komen we aan bij het stationnetje. Oké, als jullie gaan zitten, dan zal ik de attractie starten. En dan zal ik met. Dan ga ik met Hessel in het achterste karretje. Gaan jullie met z'n tweeën in de voorkant? Ja. China achterop. En dan. Oké. Dan wacht ik even op meneer. Kom je even naar de wildwaterbaan? Ja, even kijken waar die is. Oh, achter in het park. Zijn we er klaar voor? Yes. Oké, dan gaan we testing. En dan gaan we dadelijk achter elkaar in deze wildwaterbaan. We moeten even wachten netjes. Ik kan het beeld niet verder bewegen, dat is jammer. Dus ik kan niet naar rechts en links kijken. Normaal kan dat wel. Als je nog een keer F doet en helemaal inzoomen. Oh, nog een keer F? En dan, oh, kijk, nu helemaal lukt inzoomen. Het. Dan kun je allemaal niet kijken. Kijk, is perfect. Nou, dit is dus de wildwaterbaan. Waarvan die objecten langs de zijkant, een beetje kratjes. Je hebt niet heel veel mogelijkheden. Maar je kan wel gewoon hier en daar wat leuke dingetjes bouwen. Zoals inderdaad zo'n met die vines, zo'n gebouwtje. En dan gaan we naar de eerste optakeling. Wat vinden jullie van de layout? Ziet er leuk uit. Ziet er wel goed uit. Oh, super. Oh, dat is tof om te horen. Kijk, dan gaan we hier naar boven. Dan gaan we door die rots heen eigenlijk. Dat is de bedoeling. Zo. En dan komen we hier aan bij het volgende stukje. Wee! Wee! Hoppakee, hotse knots. En dan gaan we natuurlijk naar een flinke splash. Daling. Ja, splash. Flinke splash. Oké. Okay. Ben je nat of niet? Ja. Hoppakee. Oesh. Oké, en dan gaan we langs de diamanten. En dan komen we aan bij het dark ride gedeelte. Dat moet ik nog een beetje afmaken. Ja, want heel donker, ik heb alleen maar dat dakje daar neergezet. Maar er moeten natuurlijk veel meer details komen, ook op die berg nog. Dus daar wil ik nog even wat leuke dingen plaatsen later. Maar we gaan in ieder geval een stukje dark ride hebben dan. Dat we in een grot gaan. En de verlichting zal het hem doen. Want daardoor zie je echt het effect van de dark ride. Oké, we gaan hier langs het stationnetje eigenlijk. Oh, ik hoor eerste reacties. Oh jee. Dit is wel heel donker, hè? Oh my god. Kijk eens. Dit had ik niet verwacht. Nee? Oh. Dit is een stuk beter dan ik had gedacht, inderdaad. Oh, schattig. Ik kijk helemaal mee.
Ja, een mijntje, ja. Een TNT'tje. En je kan net niet zien wat er allemaal staat. En dan kan je nog hier doorheen kijken. Dan ga ik een pad erachter plaatsen. Dat mensen ook lekker door zo'n raampje kunnen gluren hier naar binnen. Kijk, dit is wel leuk als je zulke dark rides kan maken, toch? Je kan zelf verlichten wat je wil. Ik had dat niet verwacht in het spel eerst. En dan komen we aan bij het einde. Kijk eens, hij is nog niet af, maar ik ben ermee bezig. Maar jullie vinden het blijkbaar heel leuk. Ja, hij ziet er nu wel goed uit. Oh, super. En dan hier komen we aan bij het stationnetje. Maar jullie hebben ook een pretparkje. Misschien is het leuk om deze aflevering niet alleen maar door mijn park te gaan. Maar ook even te kijken wat jullie allemaal hebben gebouwd. Hè, zo, je gaat via de ingang. Ja. Oh. Potjan, Dori. Oh. Pech. Dit kan toch niet? Doei, Annika. Oh, Annika, hij is lekker dicht. Gaat er niet in. Gaat er ja, niet en wij kregen een privéritje. Nou, ik zal even de attractie op sluiten zetten, want nu is die aan het testen. Zo, hoppakee. Oké, zullen wij... Oh, dan komen we langs de... Zullen we nog even een treintje gaan? Ja, is goed. Ja, want die heb ik ook nog een beetje geüpgrade. Oké, gaan jullie lekker zitten? Achterin. Een plekje. Londen zit voorin. Achterin. Oh, dat is ook wel leuk, hè? Lekker plekje. Ik ga echt helemaal achterin, hè, Sol? Hey. Ja, ik zit echt met jouw kop achter me. Oké, dan gaan we vertrekken. Ja, een treintje mag niet ontbreken. En ik geloof ook dat je zelfs een monorail kan unlocken. En, dat weet ik niet. Ja, dat zag ik bij iemand die had een monorail gebouwd in het park. Nou, ik heb hier en daar wat rotsen toegevoegd. Een beetje hetzelfde idee als... Als eigenlijk de wildwaterbaan. Maar je kan niet veel dingen doen. Dus vandaar dat ik maar weer een beetje zo'n grotje heb gemaakt. Met van die diamanten hierin. Nou, je kunt ook dingen zoals kastelen maken. En ja, dat wel, ja. Dat is wel gaaf inderdaad. Ja, je hebt wel op zich wel redelijk mogelijkheden. En ze zijn nog bijna dagelijks aan het updaten. In ieder geval sowieso elke week minimaal wel één, zag ik. Één update. Dus het is best wel te doen. En we hebben nu een eigen server, dus dat scheelt ook heel erg. Kan je lekker veel mogelijkheden doen ook. Want dan kan je namelijk met z'n viertjes één server beheren. Alleen, zeg maar, het nadeel is dat je met z'n vieren erin kan. Dus er zijn af en toe mensen die moeten dan vragen, wil je even uit de server gaan? Zodat we even kunnen opnemen bijvoorbeeld. Dat is wel jammer. Oké, we lopen nu naar de uitgang. En dan gaan we in ieder geval even kijken wat jullie ervan gemaakt hebben. Zullen we eerst naar die van China? Ja, is goed. Want die is volgens mij hier aan de rechterkant, hè? Ja, die is gelijk naast jou. Oké, wat een drukte in het park. Er zitten momenteel 70 mensen hier door dat hele park. Maar daarom ga ik even de ingang een klein beetje duurder maken. $45. Hoppakee. 45? Ja, dat is niks. Jezus. Nee joh, dat is niks. Afzetter. Okay, dan gaan we. Hallo, Zine. Hallo. Hoi. Gewoon een first person ook dat blije hoofd van je zien, hè? Nou. Okay. Hier komen we aan bij China en ik zal gelijk even een like geven, want dat kan ook namelijk. Hoppakee, en dan heeft ze namelijk 3 likes, heeft ze nu met een duimpje omhoog. Oké, we komen binnen in je park. En die valt theekopjes, maar daar ga ik liever niet in, want daar word ik een beetje misselijk in. Wel leuk gedaan, die aankleding, met die bergjes zo. Ja. En met die boompies. Oh, ik zit vast, net als... Wow, Hessel, je zit ook vast in het hekje. Glitchen. Ja, even glitchen, ja. Maar ziet er leuk uit, ook een beetje een leuk kleurtje aangeven aan de attractie. Ik wist niet eens dat er kon trouwens. Oh, attractiekleur, oh, grappig. En je mannetje hier staat ook die dingen te verkopen. Ik ben aan het vieren. Oh, wat erg. Nou, hier komen we aan bij een fonteintje. En ik zie ook dat je een soort van bruggetje hebt. Leuk gedaan, dat bruggetje. Ook met die bankies. Die hebben ook precies zo'n stenen kleur. Die precies mengt met de zijkant van jouw muurtje. En die hebben dan een soort van glas. En daarachter zit een soort van berg met sneeuw erop, hè. En met steentjes. En daar is ze bezig aan een schommelschip. Even kijken hoe je dat doet. Dat ziet ook leuk uit, namelijk met een soort decor op de achtergrond, met bergen en zo. Leuk gedaan. Ik ben nog even bezig met decoratie. Ja, zeker. Kleur van hekkies. Leuk, leuk, leuk. Een hekkie. En dan daar op de achtergrond heb je nog een berg, zie ik. En een achtbaantje. Oh, leuk. Kunnen we die even doen, een achtbaantje? Ja, maar ik ben niet zo goed in achtbanen. Oké, je bent niet goed in achtbanen, maar dan gaan we gewoon even kijken of die leuk is. Ja, het gaat er ook om of die leuk is, toch? Oké. En die Hessel gaat er ook in. Ik ga met je mee, Hessel. We zitten een beetje vooraan. Of zit ik nou? Ja, ik zit vooraan, ja. Daar gaan we. Yay! Naar de optakeling. Schuin omhoog. Oh, het is wel heel stel dit, hoor. Een heel graag knikje. Ja, een knikje erin zo. Maar dat maakt het wel leuk. Zo, een beetje als een hobbeltje. We hebben een uitzicht over het park. Ziet er leuk uit. Al die steentjes ook hier en daar. Zo'n leuk terrasje met zo'n pleintje. Dat moet ik ook maar gaan doen in mijn park. Een beetje zo'n picknickpleintje of zo. En dan kunnen we een mooi overview hebben van Hessel zijn park. Daar gaan we dadelijk naartoe. En dan op de achtergrond zie je dan nog een achtbaan, geloof ik. Het alleen maar achtbanen. Ook een groene, geloof ik. Moet ik goed kijken. Oh, daar gaan we, hoor. Heel langzaam gaan we. Oh, dat maakt het wel spannend. Oh, gaan we onder de rots door. Hoppakee. En oh, dat was vet. Dat was vet. Dat was snel. Dat was hem. Een korte rit. Maar ik vond het binnenin wel heel leuk eigenlijk hier. De versiering was mooi. Met die lampen hier. Gaaf. Oké, wel een beetje korte rit, maar wel leuk.
Nou, en hier nog een pleintje natuurlijk met al die boompjes. Hier kan lekker, kunnen mensen lekker zitten aan de tafel. Nog een skeletje hier aan de put. Kunnen we hier ook overheen parcouren? Dat we overheen springen? Ja, yeah, we gaan over de boompjes. Oké, en China is even weg. Maar we gaan in ieder geval naar Europa Park, het park van Hessel. Nou Hessel, ik ben benieuwd. Je hebt al 2 likes. Maar dan gaan we even snel veranderingen brengen. Like this park. Hoppakee. Ik heb ook gelijk 3 likes. Ik ben benieuwd, we komen hier binnen. En je hebt al een beetje een achtbaanland, geloof ik, gemaakt. Klein beetje, ja. Ik heb 2 achtbanen momenteel. 2 achtbanen, nou, dat gaan we even doen. Vind je niet? Ja, daar komt echt een schattig achtbaantje komt eraan. Dit is mijn allereerste achtbaan. Oh, die gaan we even inzitten. Helemaal vol zit het ook gewoon. Maar ik ga gewoon op de plek zitten, vooraan. En als het goed is, vertrekt hij dan meteen, omdat een ander karretje komt. Kijk eens even, zitten we hier met Edit, Cage en Tobias. Maar waarschijnlijk zit jij er nu ook in. Ja, ik zit naast je. Oh, gezellig. Ja, ik zie nou dat Edit erin is. Oh, Hessel, zie ik daar boven het staan, een naam. Ja, nou, dan gaan we eens even genieten. Foster? Ja, zit ik op Foster's plek? Ja. Dit is de allereerste achtbaan van Hessel. Oh, jammer dat je die bank niet hebt gebruikt bij die bocht. Ja, moet hier ook niet. Oké. Okay. Ja, zo'n wilde muis achtbaan is dat eigenlijk, hè? Oh ja, 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 oké. Okay. Kijk, hier een klein beetje. Oh ja, dat wel, ja. Vet. Hoppakee. Oh, gaat dit halen? Net, maar hij haalt het wel. Dacht ook een grote achtbaan, maar die is voor mij van Vikas. En dan gaan we hier naar remmen. Mooi gedaan, leuk. Beetje teamen nog met boompjes, maar dat komt allemaal goed, zie ik. Ja, ik ben er nog mee bezig. Hallo, Vikas. Met je blauwe kufke. Oké, dan kunnen we in ieder geval door gaan lopen. Gaan we via de uitgang natuurlijk, dat is hier. En dan gaan we uit het kasteeltje. Ik zie een schommelschip. Maar we gaan natuurlijk eigenlijk voor de achtbaantjes. En de volgende. Of zullen we in de trein gaan? Ja, dat kan ook wel. Ja, treintje. Maar we kunnen ook in de achtbaan. Achtbaan is leuk. Ja, dan moeten we hierheen. Want we moeten nog een parking nadoen, Hessel. Dus we moeten een beetje opschieten. Ja, dan gaan we hierheen. Kijk hoor, hier nog. Bij het kasteel. Hij vertrekt net. Kan ik erin? Nee, ik moet wachten totdat hij weer terugkomt. Moet wel via de wachtrij gaan, hè? Oh, ik kan er wel in. Ja, ik zit erin. Achterin zit ik nu. Kijk eens. Gaan we in de soort van Python-idee, doet me een beetje denken hieraan. Ja. Ja, vind je niet? Ja. Kijk hoor, we kunnen een beetje om ons heen kijken. Oh, leuke ingang heb je gedaan. Ik zie het. Gaat helemaal slalommend. Ik kan het vanaf hier heel goed zien. Beetje gethematiseerd. Met een soort kasteeltje. Ja, leuk. Met die lantaarntje en zo. En zo'n beginnetje waar je zo'n poort in komt. Oké, we gaan weer eerst de droppie. Beetje bankt hier zo. Leuk gedaan. Oh jee, dan gaan we naar de looping hoor. Yay! Lekker hoor! Lekker! Wow, dat gaat nog best wel gaaf. Oh, haalt hij het al? Oh my god, dat is raar. Oh, ik zit echt voor het eerst in een looping. Deze haalt hij wel. Ja, net hoor. Je hebt het allemaal net hoor. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. En dan ben ik benieuwd. Natuurlijk komt er een kurkentrekker. Ach, ja, daar komt hij dan weer. Oké, net naar de bocht. Wow, dat was vet. En dan gaan we naar de volgende. Een klein stukje omhoog. Kijk hoe je, als je erin zit, hoe dat eruit ziet. Als je over de kop gaat, of dat anders is dan dat je first person kijkt. Nu zit ik wel first person, maar met die andere kan ik nog verder bewegen. Dus ik ga eens kijken of die nu echt ook het beeld ook over de kop gaat. Even kijken. Nee, dat dan niet. Jawel, als je erin zit wel. Maar als je naar buiten kijkt, dat je om je heen kan kijken, dan lukt het niet. Oké, dat is leuk om even te testen. Hè? Oh, het einde is wel heel onrealistisch. Ja. Wow, er wordt wel een knakje hoor. Wow. Wel tof gedaan, wel leuk. Oké. Gaaf. Oké. En dan komen we bij de laatste park. En die is van... Jean is er weer. Hallo Jean. En nu gaan we naar het laatste park van Vikas natuurlijk. En volgens mij... Oh, 0 duimpjes. Nou, die geef ik dan even de allereerste duim omhoog. Je hebt voor mij je eerste duimpje. Hoe vind je dat? Je bent helemaal blij, zie ik aan je emoties in je gezicht. Oké. Nou, dan gaan we dus naar het park. En wow, dit ziet er cool uit. Een breed pad. Ik had dat liever ook willen doen, maar ik kwam er pas later achter dat ik dat het beste kon doen. Maar veel meer... Je hebt een veel meer open gebied nu. Dat is veel beter. Dus ik ga dat nog wel aanpassen bij mijn eigen park. Leuk, zo'n kasteeltje. Wow. Kijk, nou, met raampjes. Dat vind ik wel echt tof, hoor. Die raampjes doen het hem. En hier nog een winkeltje. Leuk. Je hebt gewoon een winkeltje gebouwd in het soort van kasteeltje. En hebben we hier nog een winkeltje. Leuk. Je hebt al die winkeltjes helemaal netjes afgericht. En even kijken, hoor. Ik wil heel graag in al jouw achtbanen. Zijn het er 2? Ja. Oké, zijn er 2. De Green Dragon. En hier staan mensen ook in de wacht. Oh, dat zijn de Space Rings. Nee, die sla ik over. Hoppakee. En hier komen we aan bij de achtbaan, geloof ik. De grote. En dus, daar staat ook een bordje op. De Green Dragon. Vet gedaan dit. Dit ziet er echt super vet uit. En hier de wachtrij. Kijk, zo. Dit is echt leuk geteamd. Echt gaaf. Oké, dan komen we hier aan. En hopelijk komt dadelijk de rit. En dan kunnen we instappen. Je hebt zelfs daarboven heb je helemaal gedecoreerd. Wat gaaf. Dat ziet er echt super vet uit. Kijk, zo'n plateauotje. Ik ben een decoratie. Ben je decoratie? Oh, mooi. Ja, je bent een hele leuke pop.
Blijf zo staan, Hessel. Een beetje stil blijven staan. Ja? Je armen bewegen nog, Hessel. Ja, nu sta je stil. Prachtig, ja. Niks van te merken. Ik kom vooraan. Hoppakee, weg jullie. Kst. Oh, ik zit in Hessel, of niet? Wacht. Wat? Oh, wacht, dan moet ik inzoomen. Wacht even. Ja, ik zit nou in iemand. Oh, dat is niet zo handig, dit. Ja, draag. Dankjewel. Ja. Oké, we zitten erin. En dan kan ik vrij bewegen. Gaat hij over de kop, Vikas? Oh, we zitten allemaal in het karretje. Oh jee, je gaat wel stel, hè? Ja. Oh mijn god, dat is echt een heuvel natuur en zo. Dat ziet er echt goed uit. Ik zal dan op F klikken. Dan kan je namelijk over de kop gaan met je beeld. En anders doet hij het niet. Oké, daar gaan we hoor. En terwijl mijn geld aantikt. Echt belachelijk veel geld, 167.000. Oh jee, daar gaan we stel naar beneden. Woehoe! Wow! Zo. Oh mijn god, dit is een achtbaan. Dit is zeker een achtbaan. Hij gaat lekker vloeien. Oh, kurken trekken. Hoppakee. Kijk, dit zijn snelheidjes, Hessel. Ja. Lekker hoor. Ik werk er nog wel aan. Ja, is goed. Je moet er nu aan werken. Iedereen in de comments zal dat gaan zeggen. Zeg maar, oh, Hessel gaat er aan werken. Hoppakee. En dan spring ik eruit. En dan gaan we in ieder geval naar de andere achtbaan. We doen gewoon even de achtbaantjes. En dat is deze. Die ziet er wel schattig uit. Vooral de teaming. Die vind ik echt super tof. Vooral dat je hier onderdoor gaat. Echt, echt super leuk. Ik zoek even naar de stationnetje. Waar is dat ergens? Ja, oh, daar. Helemaal achterin. Wauw, ook een lange layout joh, dit. Ongelooflijk. Ik moet even zien het stationnetje. Dat is hier. Kijk, je hebt nog geen bordje met de naam van de attractie. Maar dat komt misschien nog wel. En hier is dit nou de ingang of is dit de uitgang? Dat is de uitgang. Ja, dat is de uitgang. Dan moet ik even de ingang zoeken. Oh, daar. Oh, zo. Jeetje, ik ging helemaal de verkeerde kant op. Je gaat hier doorheen door zo'n poortje, leuk. Ook van tonnetjes en ook die balletjes. Die soort van kanonskogeltjes, hè, opgestapeld. Dat is echt leuk. Oké, en dan hier komen we aan bij je. Oh, daar komen we. Vooraan. Hoppakee, wegzien. Kst. Hoppakee. We zitten erin. Super grappig. Hessel zit in mij. Ja, ik zie ook iemand met een dino-masker. Iemand heeft zo'n dino-masker gekocht. Oké, daar gaan we, dames en heren. In de attractie. Je ziet mijn armpjes ook hier beneden. Dat is zo schattig. Oké, worden opgetakeld. En terwijl China $170 heeft op haar rekening, gaan we gelukkig wel genieten van deze attractie. Dit is een wat kleinere familieachtbaan zo te zien. Oh jee. Een heuvel kiddy coaster. Oké, daar gaan we hoor. Schuimbochie. Had je een beetje bank kunnen doen misschien? Wow! Lekker airtime. En hier? Hoppakee. Langs het water. Dit is tof. Beetje heuveltje. Hoppakee. Lekker die airtime misschien nog wel. En dan komen we aan. Wow! Dit is spannend. Overbanked. Zo. Echt hè? Hoppakee. Dit was een heel tof baantje. Nou, in ieder geval, dit was leuk om even iedereen zijn pretpark te zien. We gaan natuurlijk veel meer uitbreiden. Want al die gele klommetjes, daar kan je dus land kopen en dan kan je dus uitbreiden. In ieder geval, super bedankt voor het kijken. Laat vooral een like achter. En volgende keer zijn we terug met een nieuwe Roblox video. Waar we weer verder gaan bouwen aan de pretparken. Bedankt voor het meedoen trouwens, China, Vikas en Hessel. Yes. Springen. Oh. Doeg. Hoi.